Kijk, op deze manier moet het lukken. Dan heb je hier, even kijken, dan hebben we... Ik heb gobble nodig. Kijk, ik heb hier gobble. Hier gobble, hier twee van die. Hier gobble. Hier twee van die. 1, 2, 3. Kut, zilvervis. Zilvervis? Oh! Oh, dat is... Oh, ga je dood? Gaat dit jou dood worden? Nee. Nee, hè? Dacht ik al wel. Zo voor in de lava, kijk uit. Ik geef je tip. Ik heb hem dicht gebouwd. Awesome. Oh, jongen, je bent wel echt lucky, want die zilvervis zijn echt kut, kan ik je vertellen. Alleen die end, kijk, dat gaat echt het moment worden. Dan gaan we gewoon kijken wie het eerst dood is. Oh, dat is wel zo. Als ik het eerst in die end ben, ga ik waarschijnlijk ook het eerst dood. Dan moet je gewoon goed voorbereiden. Dan ga je niet dood helpen. Nee, maar het end is echt heel moeilijk, kan ik je vertellen. De end is echt vreselijk. Nou ja, we gaan gewoon kijken. Dat gaat ook niet snel lukken. Neem dat maar aan. Nee, voordat we daar echt helemaal zijn, helemaal goed voorbereid, dan zijn we echt al iets van 50 episodes, ben ik echt zeker. Want in normaal survival ben je echt al heel lang bezig. Met mijn playthrough heb ik er zowat 50 episodes over gedaan. En was ik natuurlijk helemaal niet met die end bezig, maar alsnog. En daar heb ik ook gewoon heel veel in gecheat ervoor. Kut, zo, het is echt moeilijk te krijgen, man. Maar ik vind het leuk, weet je. Het is wel mijn challenge. Uitdaging. Oké, tot nu toe heb ik bijna genoeg obsidian, dus ik kan bijna naar de nether toe. Godverdomme obsidian! Oké, kom op, hoeveel obsidian heb ik? Ik heb in totaal... Oh, ik heb al het obsidian niet opgepakt. What the fuck. Lapilazuli heb ik sowieso niet nodig. Even kijken. Ja, ja, nog eentje. Ik heb nog eentje nodig, dan kan ik naar de nether. Ik heb echt zin in. Heb je al veel in te sturen? Ja, maar dat kan ik maken met die gravel. En als ik in de nether ben, kan ik natuurlijk ook heel erg snel doodgaan. Dus dan moet ik me echt heel erg goed gaan concentreren, want ik wil echt niet doodgaan nu. Dat zou echt zo jammer zijn. Ik zie jou helemaal een beetje duwen en zo. Ja, helemaal wegduwen. dat is wel een beetje een voordeel dat we naast elkaar zitten. Dat maakt het wel weer een stukje grappiger. Nee. Ah, kut, ik heb het verkeerd gedaan. Nee, ik heb het niet verkeerd gedaan, maar hier, deze die mag eigenlijk weg. Dus laat ik dat maar even weghakken. Want hier mag namelijk ook gewoon... heel veel mensen die maken, doen het echt heel erg moeilijk om een portal te krijgen. En die maken dan zeg maar geen... Die kunnen dat zeg maar maken door gewoon buckets te hebben met lava en water. Maar ik ga dat niet doen, dat trucje. Dat vind ik niet leuk. Heb je trouwens de zijkantjes? Nee, toch? Nee, dat hoeft niet. Nee, gelukkig. Nou mensen, daar gaat hij. Ik pak het gravel erbij. Je kunt gewoon een hele hoge toren maken van gravel. Dan kun je daar een torch onder zetten. Of gewoon allemaal neerzetten. En als je geluk hebt... Wat nu is eigenlijk... wel genoeg, want hier komt sowieso wel één uit. Ja, oké, dat is wel waar. Laat ik hem maar gewoon kapot gaan hakken. Of is het zo dat je dat dan niet meer kan krijgen? Nee, niet met een schep. Oh, nice. Echt wel. Oh. Sukkel. Probeer je mij dat te vliegen? Ja, volgens mij is dat zo. Maar. Niet dus. Nou, mensen. Huh? Is het je kort? Ja, hè? Oh, is het kort? Nou, maakt niet uit. Ik kan hem toch nog eentje hoog. Oh, natuurlijk. Dat was ik ben die kantjes vergeten. Bijna was ik er, mensen. Zagen jullie dat? Ik hoef nu alleen deze twee even te verplaatsen. Maar dat maakt niet uit. Maar toch, ik was er toch echt bijna. Want je hebt er nog twee nodig. Nee. Huh? Nee, ik heb er niet twee nodig. Let maar op. Of wel? Jawel, hè? Ja. Echt? Als die één langer moet wel. Geen probleem. Okay, dan heb ik er dus nog twee nodig. Ik kwijt in mijn eigen... Oh, hier. Ik heb er dus nog twee nodig. En dan kan ik eindelijk naar... Dat is nether! Alle Duitse woorden klinken gewoon echt als een ziekte. Dat moet ik eerlijk toegeven. Net als onze Duitse, oppermof. Nee, grapje. Net als onze Duitse lerares. Echt een kuthoer gewoon. Mag niet. Ja, als zij ons leerwerk geven, moet je er sowieso van uitgeven. Dat je gelijk een SO krijgt. Of een repetitie. Kutwijf. Niemand mag haar. En als ik het dan niet snap. Mijn eerste cijfer is dus een 1, omdat ik het opdracht niet snapte. Dus ik moet nu deze twee moet ik eentje hoger doen. Dus dat is gewoon vrijwel zo. En dan nog het plafond. Zo. Deze geloof ik te hoog. Oh, ik heb de portal naar de nether. Yeah. Ik heb een portal naar dat nether. Nou mensen. Ik ga mijn ritje naar de nether maar eens even maken. Ik heb er wel zin in, moet ik eerlijk toegeven. Straks val ik in één keer in de lava. Oh yes. Goeie span. Het is best wel een nice span, toch? Je zit wel midden op een eiland. Je kan er geen water plaatsen. Nee, dat weet ik. Dan gaat het in één keer Je moet er wel zijn bed neerplaatsen en er wel bij staan. Ja, fuck jou. Ben ik in één keer dood. Ik pak dit erbij. Oh nee, dat is niet waar. Ik pak dit erbij. Holy, waar? Oh.
Kijk, wacht maar. Wacht maar, deze gaat echt dood. Ik ga... Ja, jij moet verder spelen, gast. Ik vind het altijd leuk om naar mij te kijken, maar... Oh, nee. Oh, kijk hoe weinig damage dat doet, omdat ik zo ook goede armor heb. Had ik nou maar pijl en boog bij me, gek. Dat heb ik nog helemaal niet kunnen maken. Ja, ik ga maar eerst even de coördinaten opschrijven. Zo. Dat doe ik altijd even. X is 53. Z is 32. I is 35. Oké. Nou, ik ben dus al een heel stuk... ik ben dus al heel goed bezig op het moment. Dat is awesome. Vind ik zelf. Vind je niet, Job? Ja. Vind ik ook. Oké. Oké. Nou, dit is echt... Oh, dit is zo erg. Oké, ik kan hier naar boven. Awesome. Ik ben namelijk echt... Ik ga niet proberen een verkeerde kant op te gaan, waardoor ik ook maar gevaar loop om in de lava te gaan. Zodra ik weet dat ik bijna in de lava kan vallen, stop ik gelijk. Dan ga ik gelijk ergens anders naartoe. Kom op, mensen. Is hier... Oh, kijk, kleine lek. Lek spike. Dat heb ik zo nu en dan wel eens even keer, omdat hij dan echt aan de nennen moet wennen. Dan heb ik gewoon de kutcomputer. Nee, joh, er heeft er niks mee te maken. Ah, nee, hè. Dit gaat echt een drama worden om zo'n nether fort te vinden. Echt, dat gaat zo drama worden, mensen. Vind jij dit ding ook altijd zo moeilijk, Job? Wat? Die nether forts? Ja. Kut. Oh, shit. Oeh, spannend. Ik heb jullie al verteld dat ik dus geen gevaar tegemoet ga om tegen zo te zeggen. Zodra ik zie dat ik kans maak om in de lava te vallen, dan ontwijk ik die kans. Snap je? Ja. Staffen. Oh, ik hou het niet meer. De spanning is onverdraaglijk. Oeh, er is één. Awesome. Nice. Ja, het is echt één. Vet. Oh nee, dit is zo erg. Oh man, dit is... Oh, oké, daar ging ik al. Oei, yo. Hoe kan ik daar komen? Gewoon met cobblestone. Een brug. Inderdaad, het kan. Wacht, ik kan net zo goed gewoon door de muur hier. Oh, dit is zo creepy. Dit is niet normaal. De spanning, mensen, die ik nu voel, dat is echt onverdraaglijk. Want ik kan er gewoon nu invallen en dan ben ik dood. Ik mezelf toch even extra bang maken. Die hand is zo. Wat dan? Trilt die? Ja, best wel. Maar ik ben ook echt bang, want dit zijn echt van die momenten waarbij het bij mij altijd verkeerd gaat. Weet je? En dat is dus het flauw, want jij bent nog niet in de net. Dus bij jou kan het nog niet verkeerd gaan. Kijk, dat is nice. Ik ga het zeker voor het onzeker nemen, dus ik ga gewoon goed. Het gaat mij lukken, mensen. Ik ben een Minecraftaar. Ik upload zowat 3 keer Minecraft per dag. Nee, 2 keer. Dus het moet gaan lukken. Kom op. Moet je het niet overdreven maken, jij, ja? Kom on. Je 3 keer video. Dit is misschien wel heel erg risky wat ik nu aan het doen ben. Maar ik moet bij dat fort komen. Dan heb je wel een hele grote voorsprong. Ja, inderdaad. Zodra ik bij dat fort ben... Jij moet het trouwens ook nog doen, hè? Mm-hmm. Dit gedeelte wat ik nu moet, dat moet jij ook doen. Dus technisch gezien ben ik niet... Of zit jij heel erg anders dan waar ik zit? Denk ik wel. Oei. Oké, awesome. Ik heb alleen erg honger. En ik heb nog... Oeh, ik heb nog maar 3 kip bij me. Hopelijk vind ik daar wat eten. Kan je... Oh, er viel Pikmin in de lava. Hun kunnen er tegen vuur dit. Echt? Ja. Nou, dan gaan we. Ik ga er sowieso niet meer rennen. Ik ga dood van de honger zo meteen, hè? Nee. Jawel, ik heb amper nog eten. Oh, dat is echt een kutdood. Kun je doodgaan van de honger in hardcore? Ja. Echt? Nee, half ja, leven. Ja, ik hoor de blazes. Half leven volgens mij. Dat haal ik wel. Ik ga gewoon gelijk terug. Ja, ik hoor de blazes. Awesome. Ja, ik hoor ze in mijn oor. Zo. Is dat wel heel awesome? Ja, oh, ik hoor ze echt enorm. Oh, daar zijn ze! Oh nee, oh, dat is niet leuk. Oh, dat is absoluut niet leuk. Oh, hij dropt niks. Dat is altijd zo kut met die dingen. Je weet nooit zeker of ze ook daadwerkelijk wat droppen. Weet je, ik ga eerst even wat dingen hier weggooien. Zo. En even de dingen die ik toch niet gebruik, die gooi ik even weg. Zo, oké. Nu ben ik... Oh, ik heb ook nog porkchop. Nee, dat lukt wel. Alleen niet rennen. Ik ga gewoon niet rennen. Dat moet het lukken.
Oh, ik ben zo zenuwachtig. Ik heb echt, jongen, ik ben... Oh, een ridder! Riders zijn niet heel moeilijk. Nee, niet die, heel, maar... Die zijn wel sterk, maar het zijn net skeletons, maar dan... Ja, alleen als ze je raken, dan ben je gelijk potionus, hè? Ja. Nou, niet altijd. Dus maar wacht, ik kan ook chesten... Oh, nee, een magma cube. Oké, die magma cubes zijn heel erg makkelijk. Mm-hmm. Echt super bang dat ik nu dood ga. Ik moet gewoon proberen zo weinig mogelijk damage te doen. Dan lukt het wel. Oh, daar. Basepalmer, vet. Hij dropt niks. Dan moet je weg. Dan moet je gewoon een beetje erbij lopen. Tot wachten. Oh, hoeveel heb ik er wel eigenlijk niet nodig? Je moet iets verder weg, want zo dropt hij niks. Zo, ja. Oh, mijn god. Ik zal het eten. Ja, ze droppen niks bij mij. Ze droppen zo meteen echt wat, maar ze droppen heel moeilijk. Heel even. Zeg, ik heb, je moet wel doorgaan met spelen. Ja, dat doe ik ook, maar ik ga nu even naar boven lopen. Zenuwbeheerst, kan ik je echt vertellen. Oh, kijk, daar ging het al. Kijk, daar gaat het al mis. Oh, die dingen zijn echt zo sterk. Oh, het zijn er ook echt twee, hè? Oh, dat dacht ik al wel. Oeh, nice. Ja, hij dropte. Ja, ik heb er één. Awesome. Twee van deze power. Er zijn nog twee van ice. Oeh, nee, please niet. Nee, laat me niet doodgaan. Oh, het zijn er twee. Oh, ik ga dood. Nee, wat doe ik? Oh, nee. Oh, ik ben dood. Oh, nee. Oh, fuck. Jee. Gefeliciteerd, man. Je hebt gewonnen. Thanks. Oh, dit is... Ja, nou ja. Ja, het is zo. Job heeft gewonnen. Wow. Ja. Nee, dit is gewoon hoe het is. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze serie. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. Ik en Job gaan zeker weten, denk ik, wel zoiets nog een keer doen. En dan gaan we gewoon een survival doen. Het is natuurlijk een beetje oneerlijk dat ik dood ging in de nether, omdat hij nog niet in de nether was. Maar dat maakt niet uit. We kunnen er niks doen. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken van deze serie. En... Oh, ik zou bijna zeggen gelijkspel, maar dat is het niet helemaal. Nee. Nou, bedankt voor het kijken en wij zien jullie de volgende keer wel weer. Doei!